Ik sta op de gang in het ziekenhuis. Het telefoongesprek moet nu een uur geleden zijn, de gsm. Het licht aan en uit op het scherm. Mama. Ik twijfel. Mijn gedachten duren langer dan de werkelijkheid. Het gesprek voer ik voor ik opneem, zij zegt. Filip, dan ben ik. Zij zegt, met mij ligt in de kliniek, zij zegt. En dat het voor alle momenten is, dus als je haar nog eens wilt zien. Ik zwijg. In mijn hoofd tel ik de offers van de dood. Onwillekeurig is het leven.